De commandant en ondercommandant van de controleurs van het openbaar vervoer, die zijn ontheven uit hun functie, hebben vandaag een gesprek gehad met vicepresident Ronnie Brunswijk. Een delegatie van openbaar vervoer heeft de VP verantwoording gevraagd over de ontheffing van de leidinggevenden van de controleurs. Mevrouw Noordzee wil dat de controleurs in de zon en de regen moeten werken, elke dag. Al jaren lopen controleurs zonder badges. We hebben nog steeds oude badges van OW, TNC van toen. Wanneer de controleurs hun werk doen en vergunningen en chauffeurskaarten invorderen, worden ze gelijk gebeld door meneer Banks dat de vergunningen afgestaan moeten worden aan de chauffeurs. We kunnen geen straatdiensten doen, want we hebben geen dienstvervoer. Ontelbare coördinatoren die dat werk niet eens goed kunnen doen. Ze lopen elkaar gewoon langs. Elke coördinator zegt iets anders. Controleurs die nooit gewerkt hebben, worden leidinggevende. Controleurs die pas in dienst zijn, worden boven ons geplaatst als het zo is. En de mensen die er al jaren zijn. De buschauffeurs zijn ook moe van mevrouw Noordzee en meneer Banks. Ze klagen constant. Gisteren zijn de twee leidinggevende controleurs per brief meegedeeld dat zij per 3 maart 2022 uit hun functie zijn ontheven. Brunswijk nodigde de delegatie uit voor een gesprek om de zaak op te lossen. Goed, dat is gehoord, maar in ieder geval, ik denk niet dat we zo gaan praten. Tegen ons meerdere. Het is niet op zijn plaats, want je zegt dat deugt niet enzovoort. Natuurlijk, als je problemen hebt, kunt u het aankaarten. Ja. Dan wil ik jullie uitnodigen om even met me te komen en gaan we daar praten. Ik ga niet voor de camera wat zeggen. Maar ik wil u wel zeggen dat, wanneer u zegt dat een directeur niet deugt en zo, dat het niet gepast is. Ja? Dus dat gaan we niet zeggen. Als er problemen zijn, gaan we die problemen oplossen. Ja? Dus ik wil ik heb nog 5 minuten, dan ga ik jullie uitnodigen naar binnen. Maar niet iedereen hoor. Ja, jullie kunnen allemaal komen. Minister Albert Ubitana van TCT zegt dat van de controleurs wordt verwacht dat ze hun werk beter doen in de toekomst. Onze redactie heeft vernomen dat er overeenstemming is bereikt tussen de ontevreden groep en de vicepresident.